Melanie Latoy wordt tot een vampier getransformeerd. Oh! Het is een bedreiging! Hey kijkers van mijn kanaal, welkom weer terug hier bij een nieuwe Sims 4 video. En welkom dus weer terug hier bij ons prachtige lieve wereldje. Ja, het, het, het. Ja, ik heb geen naam. Wow! Zo, eventjes even serieus. Bij dit begin van deze aflevering schiet mij ineens iets te binnen. En dat is. Hoe zullen wij deze wereld eigenlijk noemen? Dit is even een heel rende begin weer van deze nieuwe Sims 4 aflevering. Zo ben ik, dat weet ik. Maar in ieder geval. Welkom weer terug hier bij een nieuwe aflevering. Um, ten eerste wil ik eventjes aan jullie zeggen. Schrik niet. Want er is dus net iets gebeurd. Ik weet ook niet hoe het komt. En dat is dus dit. Je zag het misschien al gelijk. Wat de. Fuck! Wat is dit? Waarom is ze kaal? Waarom is Melanie kaal? En waarom is Lars ook kaal? Ik snap het niet! Kijk, en waarom loop jij in een ontbloot bovenlijf? En let op, als ik hem zijn normale kleding aan laat doen... Outfits, uh, outfit wijzigen, zijn normale kleding... Dan is hij ook gewoon ineens naakt. Snap je wat, wat is er gebeurd met mijn familie sinds dat... Nou ja, ik snap het in ieder geval niet. We moeten even wat aanpassen aan deze familie, want blijkbaar is niet dus ineens kaar geworden. Ik snap echt helemaal niks van waarom. Want, ja, dit is zomaar ineens... En oh, kijk, die dingetjes in de buik... Dat komt door de vampieren dingen. Oké, okay, dat is de vorige aflevering ook gebeurd. Oké, okay, ze is natuurlijk geweten door de vampier. Maar uh, ik zal niet waarom ze kou is en waarom er ineens uh, blote mensen in mijn huis wonen. Uh, want, Juwtje, uh, heb jij dat ook? Heb jij ook iets dat je naakt bent? Nee, ja, oké, okay, jij hebt nog wel gewoon normale kleding. Nou, het denkt dus dat er iets is gebeurd in mijn Sims 4-bestandjes dat ineens al mijn kleding weg is. Waardoor hij dus, uh, ja, gewoon naakt loopt. En wacht, dat betekent dus ook dat de kalf in kleinkleding weg is. Klopt dat? Betekent dat dus dan ook dat ze helemaal naakt is als ik er in die kleding wil laten lopen? Outfit. Outfit wijzigen. Of verandert dat dan zeker in automatisch andere kleding? Oké, okay, ja. Maar de Kalvin Klein is weg. Nee. Oké, okay, maar dit is heel raar. Ik snap het zelf ook niet. Er is dus blijkbaar gewoon iets gebeurd bij mijn Sims. Dus ik moet heel eventjes naar een kledingkast. En dan gaan we maar een nieuw shirt aandoen. Of we, uh, we kunnen kijken of de shirts er nog bij staan. Zoals de Nikes en de Adidas of de Puma die ik zelf nu aan heb. Ik snap het zelf ook niet. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst nog eventjes wat zeggen. Dat is dus dat er een supergaaf gamekanaal aan gaat komen. Uh, Vodafone zoekt daarvoor nog vier gamekandidaten. Je kan jezelf dus aanmelden bij het linkje in de beschrijving: get ownnl Doe dus mee aan de voorrondes. En wie weet, zit je dus straks in één gek grote mansion. Samen met wat andere gamers en mij. En in dat huis gaan we natuurlijk echt ziek vette games doen. En nog allerlei challenges. Dus uh, meld je aan: get-owned.nl. Want Vodafone zoekt nog vier kandidaten. Succes Oké, okay, ja dat dus Ik ga best wel een vette mansion in Ik heb er heel erg veel zin in En ik ga daar waarschijnlijk ook nog vloggen Maar dat zien jullie dan allemaal wel Wij gaan nu eventjes de outfits aanpassen van Gio Dus Gio, kom eens eventjes lekker naar boven Want jij bent niet de enige Want we hebben natuurlijk ook Mel Jouw uiterlijk moeten we veranderen Wacht eens eventjes Daar gaan we Oké, okay, dus Ik heb helemaal geen shirt meer aan En ook dat gedownloade haar van Melanie is blijkbaar weg Dus ik vind het best wel jammer want ik heb nu helemaal geen gedownloade spullen meer, waarschijnlijk. Hier bij de kleding. Dus dat is een beetje apart. Nou, we doen eerst maar tijdelijk even wat anders aan. Dan doen we waarschijnlijk in de volgende aflevering wel weer gewoon een gedownloade trui aan. Of iets anders. Want ik zie hier echt helemaal niks meer tussen staan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, en. Wow! Wat is dit voor hipse shirt? Oké! Okay. Oh, deze is nog best leuk. Nee, ja, die vakjes zijn echt lelijk. En wat is dit? Nee. Oké, okay, zal ik mezelf eens een netjes bloesje aandoen? Ik heb ook geen schoenen meer. Kijk dan, wat is er gebeurd? Nou, we houden het gewoon lekker bij deze schoentjes. En dat bloesje, dat staat me best wel goed. Eventjes om eerlijk te zijn, dat staat me best wel heel erg goed. Toch? Of ben ik. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk staan. Oké, okay, nou, deze staat ook wel leuk. Maar die hebben we wel eens eerder gehad. Oh shit, en nu ben ik die andere kwijt. Weet je? Ik laat het gewoon lekker bij een zwart bloesje. Juist, dat doen we. Oké, okay, maar nu. Het haar van Mel. En die kleding. Oh, ik hoop niet dat dit de normale kleding is. Dat hoop ik echt niet. Oké, okay, maar Melder bruine haar. Oh, ze heeft gewoon een heel ander hoofd gelijk nu lijkt het wel. Zonder haar. Oké, okay, ik zeg dit zelf niet vaak. Maar wat ziet zij er wogelijk uit? Wat is dit ineens? Oké, okay, we doen die broek, doen we maar een lange broek. En ik ga niet trouwens ook eventjes op de loopband zetten. Want ze is een beetje breed aan het worden daar. Um, even kijken, wat doen we? Nee, dit ziet er... Oh, 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 meiden, sorry. Ik weet dat het er vreselijk uitziet. En dit ziet er ook vreselijk uit, een leren broek. Nee, deze kan echt niet. Oké, okay, nou jongens en meiden, ik laat het gewoon hierbij. Ik zal het jullie laten zien hoe ze er nu uitzien. Uh, ik weet wel van mezelf dat jullie ook dingen nu achter moeten gaan laten in de comments die ik moet gaan downloaden. Want blijkbaar zijn dus al die spullen weg. En zijn mijn sims iets anders geworden dan normaal. Maar ze zien er nog wel gewoon nog redelijk hetzelfde uit. Oké, okay, laten we gaan kijken naar de make-over van uh, mijn eigen sims, die ik dus heb gedaan. Ik hoop dat ze trouwens wel gewoon allemaal nu gewoon goed zijn. Ja! Yeah. Kijk eens, dit is Lush. Nou, die is niet heel erg veel veranderd. Zijn haar is zelfs best wel nice gewoon. Ik, ik zou dit haar zelf best willen hebben. Het, het lijkt wel een beetje op mijn haar, toch? Of, of, of niet? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, ik weet het niet. <laughs> Oké, okay, dan hebben we hier Melanie. Nou, haar kleding is veranderd. Uh, ik ga haar dus een beetje af laten vallen, want dan staat de kleding dus ook wat beter in de Sims. Want in de Sims krijg je gelijk altijd zo'n zo ronde bol, alsof je een rondje bent. Uh, dus dat ga ik ook eventjes bij haar doen. Nou, de kleding is wel echt een beetje moederachtig aan het worden, maar ze is ook een moeder, dus dat kan wel. Uh, dit is Gio. Ik vind hem. Nou, nah, dit ziet er best wel goed uit hoor. Ik zie er best wel sexy uit. Hallo. Dit is wel wat beter dan mijn, dan mijn andere kleding die ik eerst had. Ik weet niet eens wat ik eerst had. Volgens mij had ik mijn eigen Geo-trui. Oké, okay, nee. Niks is beter dan Geo-trui, jongens. Niks is beter dan de Geo-trui. Oké, okay, en dit is Jasper. Hoe zie jij eruit? Doe jij eens eventjes je normale kleding aan. Outfits, outfit wijzigen en je normale kleding. Ik zag trouwens echt dat Jasper super mooie blauwe ogen heeft. Ik bedoel, kijk dit. Hij kijkt wel een beetje triest nu en hij heeft zijn ogen dicht. Echt. Maar, wow, wat een hottie, al zeg ik het over Jasper, maar het is wel zo, dit is zijn nieuwe kleding, dus oké, okay. dat hebben we even veranderd, was toch echt wel even nodig, want hij liep dus ook gewoon in een ontbloot bovenlijf, uh, maar wij gaan nu natuurlijk verder, want ik zit op dit moment te wachten uh, op Melanie, want wij zijn de vorige aflevering, zijn wij gebeten dus door een vampier, ik ga trouwens even trainen hier ook, dat ze gelijk op die loopband staat, en wij zijn dus gebeten door die vampier... En waarschijnlijk in deze aflevering worden wij dus ook echt een vampier. Want hij zei dat het enkele uren kon duren voordat je dat dus echt werd. En dan zou je, je zou hem nog op moeten bellen of... I don't know wat er allemaal aan de, aan de hand was wat je nog moest doen. Uh, maar dat zien we dus denk ik vanzelf al in deze aflevering. En ik zie hier net dat Melanie de sportkleding ook niet echt heel erg geweldig meer is. Wat the fuck is dit? Oh god, oké. Okay. En er is hier echt heel erg veel kapot. Dus <coughs> dit gaan we vervangen. En dit gaan we even vervangen. Maar... Daar zit ik dus vooral op te wachten in deze aflevering. Um, ik, ik hoop gewoon dat het gaat gebeuren en ik weet het eigenlijk wel zeker. En wat nog meer, onze kinderen, onze peuters, die worden natuurlijk nu goed verzorgd. Tenminste. <tie> hij slaapt op een stoel. Ik wilde zeggen, hij wordt goed verzorgd door onze babysitter, maar waar is onze babysitter? Ik weet niet eens waar onze babysitter is. Is die er niet vandaan? Oh ja, hier is onze babysitter. Kijk, dit is onze babysitter, die is er nu natuurlijk en ze heet Ira. Uh, aan de hand. Aan de hand. Ja, dat is onze au pair. Dus dat kind wordt vast wel goed verzorgd. Ook heeft hij wel honger. En ik zag ook al een paar comments van mensen van: Ja, Gio, ik heb al vijf peuters gehad. En al mijn peuters zijn gewoon in beslag genomen door de jeugdzorg. Dus het is best moeilijk inderdaad om ook gewoon een peuter te verzorgen. Maar ik ga met Jujuje hem eventjes leren praten. Want dit is eigenlijk niet Jujuje de kind. Oudrie, ga jij maar eventjes lekker spelen? Want die, dat kind is van Jasper en Mel. Dus als Jasper nou eventjes ouderen wat leert, zoals leren om te praten, ja. Dan kunnen we de peuters straks lekker praten. Joetje, wat ga jij doen? Wat, uh, jongens, Jasper. Oh, Gio, ga jij hem leren praten? Ik wilde dat Joetje hem ging leren praten, maar nu gaat, hij, nu gaat Gio het doen waarschijnlijk. Oké, okay, het zal allemaal wel. Pff, waarom is het trouwens ook zo donker in deze kamer? Hebben we hier ineens geen lampen meer? Volgens mij niet. Ik zie ineens, een, ik zie ineens dat we hier geen lampen meer hebben. Nou, dan gaan we die maar eventjes neerzetten, want dat kan niet. Het is veel te donker anders in deze kamer. Kijk, stukje gezelliger al zo. Top. Nou, en jullie hadden ook nog steeds gezegd: van Gio, je moet echt gaan verhuizen, want je bent al best lang in dit huis. Uh, ja, ik weet het. Trouwens, niet heel veel mensen zeiden dat, maar wel uh, aardig wat mensen. En ja, ik weet het. Uh, alleen ik ben nog steeds best wel trots op het huis. En het is gewoon nog mooi en groot en gezellig. Alleen er komt straks wel natuurlijk een moment dat ik ook moet gaan verhuizen en dan. Moet ik dus of verder gaan met uh, Gio en uh, Jasper. Of ik bedoel Gio en Joetje. Of Melanie en Jasper. Um, en wat ik ook nog wil doen is... Ik denk dat ik Nigel in deze aflevering een tiener ga laten worden. Want dan kan hij eindelijk in zijn bubbelbad. Want deze deur... Jullie weten het van de vorige afleveringen misschien nog. Die zit nog steeds op slot. Kijk, ontgrendelen. Toegang verlenen aan. Er kan nog steeds niemand in. Dus in dit bubbelbad kan onze lieve Nigel ook nog steeds niet. En ik weet niet wanneer hij officieel tiener wordt, maar dat is al best snel volgens mij. Over hoeveel dagen? Vier. Oké, okay, wanneer is iedereen jarig? Jij bent over vijf dagen jarig en. Oh, Audrie kan vandaag al kind worden. Oké. Okay. Oh, dat is wel even belangrijk. Audrie moeten we wel natuurlijk een leuke verjaardag geven. Dat is wel zo schattig en zo leuk. Oké, okay, laten we dan eerst maar eventjes een taart bakken. Oh, Gio is ook jarig vandaag. Oh. Kijk eens, we hebben allemaal verjaardagen te vieren. Nou, waarom zijn al onze wasbakken trouwens hier kapot? Eh, uh, Melanie, ik weet niet waar je bent. Jij bent hier. Oké, okay, ga nog steeds maar eventjes trainen. Oh, ze voelt zich te ongemakkelijk om dit te doen. Ze moet slapen. Oké, okay, nou, ga dan maar eventjes een dutje doen. Kan ook. Slapen. En uh, voor de rest gaat alles goed. Audrey, ja, jij bent hier. En jij bent hier, Jasper, Wat heb je? Oh, jij hebt honger. Ja, onze au pair moet er wel voor hem zorgen natuurlijk. Hij is ook moe. Nou, Gio, ga eens voor dat kind zorgen. Als jij hem eerst eventjes eten geeft en daarna op bed ligt, want... Mijn grootste nachtmerrie is serieus op dit moment dat ik een van mijn kinderen kwijtraak. Want ik wil die echt gewoon houden. Maar, dan gaat Juwtje eventjes uh, koken. Dan gaan we maar een taart maken, denk ik. Voor onze lieve Audrey of voor Gio. Dat maakt niet uit wie we eerst doen. En, nou ja, ik denk dat Audrey wel belangrijker is trouwens. Want dat is een kind. En dit is de allereerste echte verjaardag, denk ik, die we voor haar moeten gaan vieren. We kunnen geen peutertaart maken, toch? Of, eh, uh, wel. Bakken, brownies, nee, suikerkoekjes, broodstengels, koken... Uh, ik denk het niet. Ja, chocoladetaart. Nou, we doen wel gewoon een, een witte taart. Hoe heet dat? Ja, een witte taart. Ik, ik weet niet eens naar wat dat smaakt. Is dat gewoon een, een melktaart of zo? Een melk Dat zou me best wel lekker lijken. Maar dit wordt belangrijk. En hier staat trouwens dit dingetje wat je hier ziet. Uh, voor als je de hele vorige aflevering nog niet gezien hebt, moet je echt even kijken. Dit is dus het sap voor de vampieren. Dit moeten de vampieren drinken als Ja ze dus vampiers zijn straks. Maar die is nog niet helemaal 100% vampier Dus Dat kan ze ook nog niet. Uh, ik wil jullie ook nog wat vragen tijdens dat YouTube aan het koken is deze taart. Uh, om mij te nomineren voor de Vida Awards. Ik weet niet of jullie weten wat Vida is, maar dat is een evenement waar je mij dus kan ontmoeten en andere YouTubers. Uh, ik heb ook een linkje in de beschrijving staan, daar kan je mij nomineren voor de Vida Awards. Dan moet je dus eventjes gewoon mijn naam invullen van hey, ik nomineer Gio, blablabla. Bla, bla. En um, dan kan ik dus misschien wel een Vida Award winnen dit jaar, want dat lijkt me heel erg leuk. Dus de uh, linkje daarvan staat ook eventjes in de beschrijving, doe dat maar snel. Um, of na deze aflevering, maakt eigenlijk niet uit. En dan gaan we nu... De taart afmaken. Yes, daar komt het. Oké, okay. een stuk pakken. Paardje toevoegen, verjaardagskaartje toevoegen. Voordat ze een stukje pakten van. Want, eh, uh, Audrey? Om hulp vragen bij uitblij... Oh, om hulp vragen bij uitblijden van kaartjes. Nou, doe dat maar even met Jasper. En Jill wordt gebeld, midden in de nacht. Hallo? Ik wil hier gewoon even... Oh! Dit is een bedreiging! Hallo, ik wil je gewoon even welkom heten in onze gemeenschap. En. Wauw. Wat heb jij een mooie nek? Nee! Gast, blijf weg hier. Die vampier. Even serieus. Ik ga deze deur opsloten. Nee, oh shit, hij staat hier voor de deur. Hij staat hier voor de deur. Deur opsloten voor iedereen. Iedereen. Deze vampier komt niet binnen. Eén vampier in huis is genoeg. Eén vampier in huis is genoeg Ik wil niet gebeten worden Wat een enge gast Hij komt hier gewoon s'nachts om kwart over één voor de deur staan En ho, Jesper is uitgehongerd Shit, ik moet echt voor dat kind zorgen Oh, wat een drama allemaal Kom op, eten geven uh, meer keuzes Peutenzorg Eten geven, ja Doe dat eens Hoe lang duurt het om dat kind eten te geven? Oké, okay, is die vampier al weg? En, oh Hey, shit, ik heb niet eens naar de verjaardag gekeken van Audrey hoe ze ouder wordt Oh, wat jammer nou, oké. Okay. In ieder geval, eindelijk is het een kind. In deze levensfase krijg je Sim met oneindige creativiteit te maken. Uh, nou, wat gaan we kiezen? Motoriek. Uh, ja, joh. Onstuimige rakker. En een eigenschap: ze wordt uh, preuts, veel vraat. Nee, ouder is wel een leukje, dus Audrey wordt een ingewa... Nee, wat de fuck? Oh, wacht. Audrey wordt vrolijk. Ja, ouder is wel een vrolijk iemand. Wow! Onze Audrey is ouder geworden. Yes! En ze lijkt wel een beetje op, op hoe ze als peuter eruit ziet natuurlijk gewoon de zwarte haar leuk maar weet je wat dit wel betekent zij heeft een bed nodig oké okay. zij heeft een bed nodig maar onze vampier staat hier nog steeds voor de deur die laten we lekker buiten daar de deur zit gelukkig op slot en we gaan ons kleine kindje eerst nog even eten geven want we hebben nog steeds een peuter en dat is natuurlijk Jasper en ik wil echt niet dat die ingenomen wordt door de thuiszorg of zo dan ga ik echt huilen ik ga echt janken maar Audrey ligt nu in bed oké okay, die die past niet meer in een. Nee, die past niet meer in een peuterbed. Dat is wel even een probleempje. Dus we moeten een bed gaan maken voor haar. Maar eerst Jasper nog eten geven. Ja? Goed zo, jongen. Kijk eens. Nu ben je niet meer uitgehongerd, toch? Nu ga je lekker eten. Nu gaat dat ook omhoog. En. Oké, okay, de wolk is weg. Woe dus is wel eventjes een geruststelling dat de vampier ook weg is van het huis en dat we dus even geen last meer van hem hebben. We hebben hem dus ook gewoon volgende grit. en we hebben de deur niet open gedaan, want dit is ook nog eens de grootste vijand van Mel. Nu kunnen we de deur wel weer even gewoon open doen. Oké, okay, ik heb hem eventjes daar neergezet. Wat we nu gaan doen is vieren, nee, meer keuzes. Wij gaan postje pakken voor Jasper, nee, nee, nee. Een wens doen, nee, dat ook niet. Oké, okay, wacht, het was de bedoeling dus dat we Gio ouders hadden laten worden, dus een wens doen. En dat betekent... Wacht, wat word ik dan? Dan word ik toch niet al ouder, hè? Dan word ik jong hoop ik. Word ik dan een jong -volwassene? Ja, oké, okay, gelukkig. Of nou ja, volwassene word ik dan. <laughs> yes, ik word volwassene. Super. En Jesper? Kijk, die ligt in bed. Nou, Joutje zorgt goed voor het kind. Daar ben ik blij om. Hopelijk doet ze dat later ook als we kinderen krijgen. Wow, wat kijk ik ineens ver vooruit. Ik ga ineens in de toekomst kijken. Oké, Jou? Jou, je kan lekker hier slapen. Kom eens. Audrey moet het bed uit daar. Audrey? Weet je Jij hebt eigenlijk helemaal geen kamer, natuurlijk. Nee, dat, dat zei ik net al twee keer. En Giovanni is ouder geworden. Super. Maar, uh, dat betekent dus ook. Dat wij dus nu. Even snel een bed moeten gaan neerzetten voor Audrey. Want anders heeft ze geen slaapplek. Dus. Ik koop je even een bed hier. En dit gaat heel snel klinken. Maar je weet nog de opgesloten kamer misschien. Ook van de vorige aflevering. Dat was hier. Daar gaan we gewoon nu even tijdelijk het bed van Audrey zetten. Want anders heeft ze gewoon geen slaapplek. En dan kunnen we dus ook niet. Een bed voor haar fixen. Dus dit wordt gewoon even heel klein. Een kamertje voor ouderen buiten. Oh, dat ziet er wel echt heel snel uit. Misschien kan ik het uitbouwen. Of misschien gewoon een extra kamer op het dak. Dat daar alle kinderen komen te slapen. Of het wordt gewoon echt tijd om te verhuizen. Kijk, ik kan hier nog wel iets aanbouwen. Voor ouderen erbij. Maar ik kan ook gewoon even tijdelijk een bed hier neerzetten. Oh, maar dat ziet er wel heel zinnig uit. Nou, weet je wat? Ik breid het gewoon een beetje uit. Laten we dat doen. Zo. En. Zo. Ja, nu heeft ze een iets grotere kamer, toch? Is dat beter? Ik hoop het maar voor haar. Als we er gewoon eventjes een leuk vloertje in leggen, kijk, dan ziet het er al een stuk beter uit zo. En een lampje erbij natuurlijk, dan heeft ze licht. Nou, dit is helemaal niet heel erg erg, toch? Dit is nog best gezellig, alleen die ramen, die ramen maken het zo eng. Kijk, die moeten eruit, alles eruit. Ik denk dat als ik dit gewoon met deze ramen maak, dat het gewoon een prachtige kamer kan zijn. Juist, dit bedoel ik. Het wordt nu een hele, ja, licht... Lichte kamer, eigenlijk. Wauw, ik ben zo goed in bouwen. Ik ben zo trots op mezelf. Nou, ik hoop dat jullie het ook een beetje mooi vinden. Daar een deurtje erin. En ja, dan moet ze eigenlijk ook nog een, een, een kledingkastje en natuurlijk een bureau. Nou, kijk eens wat een leven ze heeft. Ze heeft gewoon een leuk eigen kamertje. En ik ga bij haar een schilderding neerzetten. Want ik, ik weet niet. Ik vind Audrey wel gewoon iets om, om mee te schilderen of zo. Of ik vind haar gewoon wel een schilderpersoon. <laughs> ja, lekker gaan schilderen met Audrey. Kijk, een bloemetje. Nou, wat een prachtige kamer. Is het leuk of is het leuk? Ik vind het hartstikke leuk. En dan gaan we de muren ook nog een ander kleurtje geven. Dan, dan kan echt de pret gewoon niet meer op. Juist, een echte meidenkamer. Dit was wel heel erg overdreven, deze muur. Maar boeien, we laten het gewoon zo. Audrey is gewoon een lekker meisje. En nu heeft ze hier de eigen kamer. Dus, we kan, Ja, je kan je bed hier claimen. Yes. Oeh, en oh ja, dit is ook nog wel leuk. Vraag om monsters onder het bed te besproeien. Dat hebben we ooit een keer eerder gedaan. Toen was er dus geen monster. Maar toen zeiden jullie in de comments van Gio: Als je dat vaak genoeg doet, komt er een monster tevoorschijn onder het bed. Dus ik ben benieuwd of dat straks ook echt zo is. Ik ga het gewoon nog een keer vragen met haar: Vragen om ons te besproeien aan Giovanni Latoy. Gaat hij dat nu ook doen? Ja? Is dat echt zo? Claimen. Ik weet het niet. Wacht, hé, hey, jij ja, moet niet het bed in hier. Nee, uh, uh, uh! ga eens uit bed. Hé, hey, Lars. Dat is niet jouw bed. Dit is jouw bed. Gaat hij gelijk eventjes de nieuwe kamer hier claimen? Dat is niet de bedoeling. Ga eens weg, joh. Hey Lars. Oké, okay, nou, ik zag in ieder geval geen monster daar. Nou, hey, hey, wat wat heb ik voor kinderen, joh? Kijk hij wilt ook al gelijk het bed in. Nee, jongens, als jullie moe zijn, ga dan lekker naar je eigen kamer. Oké, okay, en die taart staat die er nog steeds, want we moeten nog één keer verjaardagskaarsjes erop toevoegen. Kan jij dat ook doen? Ja. Want het is dus nu ook nog wat ik net al zei: de bedoeling dat Nigel ouder wordt. Want die wordt tiener. Eindelijk. We hebben dus echt superveel verjaardagen in deze aflevering. Ik vind het wel leuk. Uh, want ja, je moet natuurlijk ook doorgaan met je familie. Dus, onze lieve Nigel, jij komt hier. Oh, wacht, nee. Daarna mag je slapen, jongen. Daarna mag je lekker naar bed gaan. Ik zal wel eventjes een cheat op hem uitvoeren. Dat is zich gewoon goed voelt. Dat zal hij vast wel beter vinden. Nou, daar komt het hoor. Ja, de verjaardag van Nigel. hoe wordt een tiener. Hoe gaat Nigel eruit zien? Ik ben echt benieuwd. Dit is trouwens het kind van Juche en Gio. Voordat jullie het nog niet weten. Dat, wacht, of zeg ik nu iets heel raars? Nee, toch? Dat klopt. Volwassenen, vader. Ja, kijk, ik ben zijn vader. Ja! Yes! En wat wordt die? Hij wordt locatie, wat? Uh, voor deze sim draait alles om het leven in de stad. Ja, joh, hartstikke mooi. Thuisbasis, deze sims worden blij wanneer ze in hun eigen buurt zijn. Oké, okay, dat hebben we nog nooit gehad. Populariteit kunnen we ook doen. Maar we doen het wel lekker zo. En, Wow! Wat is dit voor hipster dan? Ook als een hipster. Is dit zijn normale kleding? Ja. Oké, okay, Nigel. Oké. Okay. Leuk. Ja, die kleding mag best wel even aangepast worden nog. Maar, aangezien hij een tiener is, betekent dat dus dat wij eindelijk deze deur mogen openen in zijn kamer. Nigel mag zelf de eer krijgen. Dus wat we gaan doen is ontgrendelen. En nu kan hij eindelijk voor het eerst gebruik maken van zijn supermooie bubbelbad en zijn bar. Oh, en ik, heb ik ben echt trots op mezelf dat ik hem serieus gewoon verboden heb om hier naartoe te komen. Dus dat hij dit gewoon serieus nog niet mag toen die kind was. Kijk, nu mag hij gewoon alcohol drinken. Gaan we lekker een drankje maken voor Melanie. Ja, joh, doe dat maar lekker. Kijk eens. Oh, ik ben blij. We hebben onze eerste tiener in huis. We hebben dus nu ook een kind. En we hebben nog steeds een peuter. En dat is onze kleine Jesper. Dat is zijn broertje natuurlijk. En, oh, volgens mij heeft hij in zijn broek gescheten. Ja, maar. Melanie, ben jij al. Ben jij al een. Vampier? Oh, wow, hij heeft wel een hele hoge stem, hoorde ik, Nigel. Maar Melanie is nog steeds geen vampier. Dus dat is nog steeds afwachten. Ik zie wel dat ze naar het toilet moet, dus gaan we even lekker dit gebruiken. En, hey, er is iets kapot gegaan, zag ik. Ja, yeah, dit. Oké, okay, vervangen. Nou, ze is vampier. Uh, ik weet ook niet hoeveel... Oeh, uh... oh, vampiergeheimen. Plasma-pakketten bestellen en vampieren een boekwerken kopen. Volgens mij hebben we dit wel eens eerder gedaan. Ja, die heb... dat hebben we vorig... ja, ook gewoon in de vorige aflevering gedaan. Maar ze is nog steeds geen vampier. Er moet nog steeds wat gebeuren om dat echt te laten worden. Maar dus, hij zei, er kunnen een paar dagen overheen gaan. Dus ja, dat weten we zelf ook niet. Uh, hoe is het met haar werk? Afbeelding delen, adverteren, grappen met volgens delen, totale aantal volgers bekijken. Ja, gaan we even je sociale mediastatus bijwerken. Yes, drink het maar lekker op. En oh. Vind je het ook echt lekker? Want je ogen staan er niet naar. <laughs> echt zo'n gezicht van. Mm, ja, ik zeg maar dat ik het lekker vind, maar eigenlijk vind ik het supergoor. Dit is echt typisch, dit gezicht. En hoe vind, hoe vind je het? Ja, lekker. Ja. <laughs> en dan deze ogen die je erbij trekt. Wow, mel. <laughs> Oké, okay, maar Nijtje, ga ook maar lekker in je bubbelbad. Hij heeft trouwens helemaal geen vrienden, toch? Die hij kan uitnodigen of zo. Of wel? Arnof. Nee, dat is een volwassene. Dus dat is niet echt een tienervriend. Suzanne. Hé, hey, een jongvolwassene. Ah, Suzanne van de Wal. Jammer. Maar die kunnen we wel uitnodigen, misschien. Uitnodigen om te chillen op huidige kavel. Ja. Dat hij een beetje een vriendinnetje krijgt. Want het is nu een tiener. Dus de liefde kan een beetje opkomen te bloeien bij hem, natuurlijk. Dat kan beginnen. En wat wow, de fuck? Wat is dit voor. Oké, okay, nee. Geen slim plan om nu iemand uit te nodigen als dit je badkleding is. Wow, gast. Je draagt een jurk als badkleding. Oké, okay, maar Suzanne van der Waal komt zo langs. Nou, dan zal ik maar heel snel naar je kledingkast gaan en even iets anders aandoen. Want dit kan echt niet. Outfits plannen. En ho, ik word gebeld. Het werk van die begint over een uur. Uh, ga maar lekker naar je werk toe. Maar Mel, jij gaat nu ook je volgers checken. Dan gaan we eerst even snel de kleding aanpassen. Want ik kan hier echt niet serieus mee met, in een bad gaan zitten met een meisje. Dit is niet een slimme keus. Gast! Wat is dit voor kleding? Oké, okay dan. Buitenkleding. Nee, doe even een zwembroek aan gewoon. Alsjeblieft. Ja, dit is beter. Kijk. Nou, dit is een lekker zwembroekje. Hartstikke mooi. En zijn normale kleding mag ook wel of anders, want dat vond ik niet zo heel erg leuk. Kijk, dit is... Ja, zijn bril heeft op zich wel stijl. Die heeft wel stijl. Alleen nu nog zijn broek. Mm, die kan wel... Ja, in het zwart is best leuk. Dit is dus onze Nigel. Oké, okay, we zijn terug. Nou, dit... Juist. Kijk, zo kan je wel een meisje binnenlaten. Ik hoop wel voor je dat ze ook straks gelijk voor de deur staat. Staat ze er al misschien? Ja. Oké. Okay. Oh, ze trekt gelijk andere kleding aan. We staan van vampieren bespreken. Nee, ho. Oh! Oh ho, oh, oh, niet weggaan. Woo! Zijn we in de steek gelaten? Melanie heeft trouwens 1342 volgers zie ik net, maar zijn wij net in de steek gelaten door Suzanne? Heeft ze ons verlaten? Volgens mij is ze weggegaan. Ze heeft te lang gewacht voor de deur. Oh, dat is jammer. Dat betekent dat wij misschien iemand anders moeten gaan fixen. Hallo, gelijk de eerste beste. Penny Pizzas. Aardige introductie. Maar of is ze er wel nog? Ik weet het niet. Volgers. Oh wacht, laat maar. Gelukkig ze zit hier gewoon. Woe, ik dacht gewoon serieus dat ze weg was. Nou, oké, okay, maar nee, 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 wacht. Nu moet je wel hier blijven. Uh, ga een verhaal vertellen. Niet naar die Penny Pizza's. Ik vind dit wel een leuke. Blond haar, donkere huidskleur. Dat staat echt super sexy. Even serieus. Ik zou, <coughs> ik zou het hier fucking waar van krijgen. In het echt. <laughs> oké, okay, maar Nigel gaat naar de toe. Oh, wacht wel even je normale kleding aandoen. Niet, niet hiermee je eerste indruk maken. Dit is raar. Dit is raar. Oké, okay, je gaat wel je eerste indruk hiermee maken. Oh, wat doe je? En ho, Melanie heeft weer zo'n rare kramp in de buik. Kijk, dat heeft ze steeds. Dus ze zijn wel lekker bezig nu samen. Dat is mooi. Interesses bespreken. Als zij dus eventjes lekker met elkaar gaan praten. Want ze kunnen nog niks in de liefde doen. Want zij is te oud voor hem. Nou, misschien kunnen we er wat jonger maken. Maar ja, ze is wel, het is wel een lekker ding, toch? Hè? Wat vinden jullie? Laat me achter in de comments. Is Suzanne een lekker ding of niet? De naam komt trouwens heel bekend voor. Suzanne van der Wal. Het lijkt wel alsof ik ooit een keer eerder iets met haar gehad heb. Maar dat zal niet. Um, en Melanie. Jij ja, gaat eventjes hier verder met je volgers uitbreiden. Dus, sociaal netwerk. Adverteren. Nee, dat gaan we maar niet doen. Want dan, 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 ja, dan, dan krijgen we allemaal volgers eraf. Maar zij heeft voor de werk. Heeft zij duizend volgers moeten hebben? Niveau 3 bereiken van gamevaardigheid. En grappen met volgers delen of voorraad trollen. Oké. Okay. Dan gaan we dat ook even snel doen. Grappen met volgens delen. Het gaat lekker met mijn familie. Echt jongens. Ik ben er hartstikke blij mee. Het gaat serieus goed met mijn familie. De enige tegenslag die wij straks eens kunnen gaan krijgen, is dat Melanie een vampier gaat worden. En dan weten we niet wat voor vampier. Want jullie zeiden ook, ze kan een vampier worden dat ze onsterfelijk is. Ze kan een vampier worden dat ze in het licht uh, dat ze niet tegen licht kan. Dat hoop ik echt niet. Want dan kunnen we gewoon letterlijk niks meer met haar doen. Dan zou ze serieus niet eens hier kunnen zitten. Want hier is enorm veel licht. Dus dat, dat zou niet eens meer kunnen. Maar dat is dus een beetje de vraag die we hebben en wat we dus kunnen gaan krijgen. Um, we gaan haar even gewoon wel wat beter leren kennen, want ik wil wel gewoon dat als ik straks ook jongverwassende ben, dat ik, oh jij moet naar school, niet niet verslapen, ga naar school. Maar dat ik dan dus ook gelijk wat met haar kan beginnen, want dat lijkt me wel leuk. Dit is misschien wel ons liefje. Tenzij jullie er echt heel lelijk en rot vinden, dan niet. Jij gaat naar school? Yes. Top. Oh, Melanie heeft steeds vaak van die krampen in de buik zie ik. Dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed. Oké okay dan. Oh, wij worden weer uitgenodigd. Waarom kan die gast ons niet met rust laten? Die vampier nodigt ons weer uit. Ik denk dat tegenpolen toch wel bij elkaar kunnen passen. Dit klinkt misschien absurd, maar laten we gaan ontbijten in Chassou. En kijken hoe pittig we het kunnen maken. Weet je wat, ik ga er gewoon op af. Jasper gaat er gewoon op af. Wat wil deze gast? We kunnen hem ook gewoon vermoorden. Serieus, want als deze gast ons blijft stalken en blijft lastigvallen. Dan kunnen we deze gast gewoon gaan vermoorden. Hè? Het is wel een vampier. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk. Misschien, misschien kan hij wel niet dood en is hij ook onsterfelijk. Maar hij blijft ons maar lastigvallen nu. Hij blijft maar bellen en hij blijft serieus zelfs om kwart over één s'nachts bij ons langskomen. Dat is niet gezond. Oh, ik voel me serieus echt niet veilig hier. Ik ben wel eens eerder in dit restaurantje geweest. Als deze man mij gaat bijten, jongen, ik zweer het, ik vermoord hem. Kijk, wat heeft hij ook voor rare vonkjes in zijn lichaam? Je ziet vonkjes. Wat wilt hij van ons? Oké, okay, het boeit mij niet. Ik ga gewoon lekker eten bestellen. En ik zie vanzelf wel wat deze man wil. Gun mij een tafel, Matti. Ja, hoi. Ewa. Oké, okay, ja, sorry. Ik moet het gewoon even normaal doen. Straks worden we gewoon in de. Is die weg? Wacht, waar is die gast? Waar is die gast? Oh, fuck. Hij zit hier achter ons, ja. Oké, okay, hij is verdwenen. Serieus, ik moet echt die gast in de gaten houden. Holy shit. Hij staat gewoon ineens achter ons en nu zit hij de... op de stoel. Dit is zo eng. Wat wil deze gast? Oké, okay, we gaan gewoon lekker eten bestellen. Liefde. Dat kan dus ook compliment geven over uiterlijk. Ja, laten we dat maar gewoon doen. <laughs> Oké, okay, restaurant, ik wil bestellen. Vraag om kok te beledigen. Uh, nee. En... Oh, hij wil niet bij ons zitten nu. Oké, okay, je nodigt maar uit om bij je te zitten. En nu ga je. Oké, okay. ik snap deze man echt niet. Yo, ik wil eten bestellen. Voor tafel bestellen. Ja. Moeten wij serieus zelf ook nog gaan betalen? Zeker terwijl deze man ons uitnodigt. Dat zal wel weer. Ik wil een lekkere gazeuse met roomijs. Oh, gazeuse is wel lekker. Ja, oké. Okay. Uh, geen vis. Nee, ik wil kaasbrood. Ja. Hartstikke mooi. En dit ook. Ja. Oké, okay, wat willen we voor die gast? We moeten de dus serieus voor hem gaan betalen, inderdaad. Wat een onzin. Ik geef hem gewoon gumbo. Geen idee wat het is. En hij krijgt gewoon iets anders goors. Eh, uh, chocoladetuin is lekker. Oh god. Eh, uh, nee, alles is lekker. Oké, okay, ik geef hem gewoon een apportaatje. Apportaat is ook lekker. Nou, we doen het zo. Ik zit serieus hier met de gedachte in mijn hoofd van dat hij mij alleen maar een vampier wil maken en mij alleen maar wil bijten. Dat is het. Ik weet het zeker. Ik kan hem ook gewoon hier in elkaar slaan. Hier, drankje gooien, brullen. <laughs> Worden we zo straks die tent uitgegooid? Oh, shit, we moesten trouwens werken vandaag. Jasper moest werken. Dat heb ik niet eens in de gaten gehouden. Oeps. Dit is niet heel erg goed voor zijn werk. Oké, okay, nou laten we snel maar even gaan plassen. En dan maar gewoon doorgaan met eten hier. Want gaan ze wel iets op tafel zetten? Kijk, niemand mag hem ook, hè? Zij denkt ook van. Uh. En hier, zij denkt ook van. Uh. Iedereen heeft een hekel aan die vampier. Vampieren worden echt gehaat in de buurt, volgens mij. Wow. Maar ja, hij is gewoon ook niet vriendelijk. Hier, wat zit hij te doen aan tafel? Waarom ga ik met deze gast om? Dit is echt zonde voor mijn reputatie. Ik, ik heb zo'n hekel aan deze gast. Deze man vindt niks leuk. Als je wilt praten over het eten, dat je het lekker vindt. Hij reageert gewoon overal negatief op. Wat is dit voor gast? Ik haat hem. Serieus, ik heb hem nog eer. Ik heb toch nooit een Sim zo erg gehaat. Wat is dit voor. Ik, wil, ik ga weg, je. Echt. Ik heb een hekel aan hem. Jongens, je mag niet haten in je leven, sorry. Maar ik heb gewoon een hekel aan hem. Ik haat hem wel. Ja, het is maar een Sim, hè, dus het is geen echt persoon. Wij gaan gewoon lekker naar huis. Ik heb geen zin meer in deze gozer. Ik word bang van hem. Ik vind er echt geen zak aan deze gast. Ik ga gewoon lekker na naar mijn werk. Jasper, ga maar lekker naar je werk toe. Woe! Dat was echt het meest mislukte etentje wat ik ooit gehad heb. En ik voelde me er dus sowieso echt niet veilig bij. We zijn terug in het huis. En ik ben op dit moment nog steeds aan het wachten totdat Melanie ook een vampier wordt. Eén ding wat ik wel weet is dat ik niet zo gehate vampier wil worden als die gast. Ik hoop wel echt serieus dat de mensen mij wel aardig gaan vinden. Oftewel Melanie. Want anders is het echt zonde hè. Nigel, wat sta jij te doen? Ik weet het niet. En hoe gaat het met onze peuter Jesper? Ja, super hè. Nigel, kan je hem niet wat leren? Het is je broertje. Verhaal vertellen, ja, doe dat eens. Ah, oh, wat schattig. Een broederliefde. Ze gaan met elkaar praten. Kijk dan. <laughs> Waarom zo'n afstand ertussen? zo'n twee meter afstand ertussen, alsof ze bang zijn voor elkaar. Maar Mel, wanneer gaat het gebeuren dat jij. Oh, kijk. Eetlust kwijt. Door simmelijkheid kwijt te raken. Er is niets dat deze maag le lege maag nog vult. ...krijgt dorst over... ...vraagteken, vraagteken, vraagteken. Dus ze voelt zich echt gewoon al de hele tijd rot. En... Oh! Oh, wacht! Oh, we hebben promotie gekregen, zie ik net. Nou, dat is helemaal mooi. Ja, ik word een humanitair organisator. Of een... Uh, ...ambtenaar. Nee, ik, dit ziet er leuker uit. Dan ga ik met kinderen werken. Ja, dat is leuker. Dat is mooi. We hebben dus in ieder geval promotie gekregen. En oh! Oh! Melanie Latoy wordt tot een vampier getransformeerd! Nee! Het is zover. Manzo, Melanie Lato is. Oh, ze ziet er zo eng uit nu. Nee, wat is dit? Ah! Vampirische sims hebben een overweldigende doorstarend plasma van andere sims. Mel, blijf als je. Oh god, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Vampier. Duistere meditatie. Oh my god. Wat is dit? Wat heb ik gedaan? Oh jee. Oké, okay, dit is echt heel nieuw voor mij ook. Dit is wel echt eng, want dadelijk moeten we Mel gewoon vermoorden of iets. Dat vind ik veel. Maar wat is er? Zinderende opperhuid. Vampieren en de zon vormen geen goede, goede combinatie. Oei, oei, oei. Oké, okay, dus dat is sowieso niet goed voor haar. Oké, okay, ze kan niet tegen licht. Dit bedoel ik, ze kan niet tegen licht. Ga naar binnen. Ga maar naar binnen. Melanie moet, oh, Melanie moet straks serieus echt in de, in de nacht gaan leven. Of we moeten haar. Oh, we hebben echt problemen. We hebben echt problemen. Ja, we hebben problemen. Ze is in ieder geval een vampier. Oké, okay, we hebben in ieder geval wel wat we wilden, tenminste wat ik wilde, wat me leuk leek. Kan ze dit nu ook drinken? Ja, ze kan nu gelijk dat drinken. De plasma pakketten. Oké, okay, ze heeft nog twee hier. Maar die kunnen we dus ook op het internet bestellen. Dan kunnen we er straks maar beter gelijk heel veel van bestellen, want dat is beter misschien. Maar dit maakt er, dit geeft er wel een beter gevoel volgens mij, hè? Als ze dit drinkt. Uh, ze drinkt dus gewoon bloed. Kan ze ook haar eigen kind bijten? Audrey? Meer keuzes? Gemeen? Nee, volgens mij kan dat niet. Kan je wel? Kan ze wel Geo bijten? Gebeten worden? Beste vrienden worden? Vampier? Plasma drinken? Ja, dat kan. Oh! Uh, wat eng. Overtuigen om diep te drinken? Oké, okay, we moeten dus gewoon. Ja, we kunnen ook de, de, de baby verzorgen. Nee, die moet gewoon goed voor onze baby's en kinderen zorgen. Het is niet zo slim als we dat gaan doen. Oké, okay, maar wat als we de duistere vorm tonen? Worden ze daar dan bang van, de kinderen? Ik ben benieuwd. Oh! Uh. Eeuw! Mel? Ben jij dit? Waarom zie je er zo eng uit? Eeuw! Oké, okay, dit is echt heel eng. Nou, oké okay, jongens en meiden. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dit was de aflevering voor vandaag. We hebben dus in ieder geval een vampier in huis. En dat is dus Melanie. Ik weet niet wat we er allemaal mee kunnen doen. Uh, maar we kunnen het wel gaan onderzoeken. Ja, een douche. Ga maar lekker een bedachtzame douche nemen. Ik weet niet of dat goed voor je is als vampier, maar het zal wel. Dus... Kijk dus er nog eventjes bij het linkje in de beschrijving uh, voor Get Owned, het huis waar ik dus in ga. En check dus nog ook eventjes het andere linkje waarbij je mij kan nomineren voor de Vita Wars, want dat lijkt me echt super gaaf. Dus doe dat zeker. Uh, en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe nog even dat blauw duimpje omhoog. Ik weet niet of ik het al gezegd had. Maar dan zeg ik tot de volgende video en la. Cheers!